Om bewustwording te creëren over het slavernijverleden van de inheemse en tot slaafgemaakte en de geboden excuses die hiermee gepaard gaan, heeft de Nationale Reparatiecommissie Suriname, NRCS, in samenwerking met het Maron Platform een presentatie, tevens paneldiscussie, georganiseerd. Armand Sunder, voorzitter van de NRCS, zegt dat het belangrijk is dat elke Surinamer op de hoogte is van het herstelprogramma betreffende het slavernijverleden. Daarom heeft de organisatie als doel dit herstelprogramma in de verschillende dorpen kenbaar te maken. Het is fundamenteel en belangrijk, omdat die excuses zijn aangeboden door meneer Rutte, maar een heleboel mensen weten niet wat de achtergrond is. En wij gaan de achtergrond bekijken vanuit een Surinaams perspectief en vanuit het perspectief van de inheemse, van de Afrikanen. Omdat meneer Rutte die heeft aan de inheemse en de Afrikanen voor het slavernijverleden heeft hij die excuses gemaakt. Coördinator van het Maron Platform Johannes Njafai zegt dat het samenwerken en het tekenen van een samenwerking met de NRCS hoge prioriteit geniet. Deze samenwerking zal bijdragen aan het beter op gang brengen van de beoogde verandering. We moeten samenwerken. We moeten bijeenkomen om ons doel te bereiken. Dat is dat we bereiken niks, toch? En een bijdrage is moest dit zodanig dat ik alles maar moest vieren thuis. Ja, toch? Want als ik van hier ga, moet ik het doorvertellen aan mijn achterban, om het zo uit te drukken. Aan mijn mensen in het binnenland. Dat na uiteindelijk het doel. De volgende bijeenkomst is op 29 april met als thema Maronage en Verzet. Sunder stelt dat het herstelprogramma alles te maken heeft met werken aan een betere toekomst vanuit het perspectief van het verleden.